Oké, volgende pakje in de tweede serie. Wow, gelijk weer een voltreffer. Enka. Yo, Nintendo fans. Zijn jullie ook zo ontzettend hyped voor de nieuwe Animal Crossing DLC? Animal Crossing 2.0 komt uit. Ik denk dat veel van jullie nog niet eens weten dat Animal Crossing mijn favoriete game is voor de Nintendo Switch. Gewoon van alle games. En de Animal Crossing 2.0 is zo'n vette update. Allemaal nieuwe items. En wat ik vooral heel cool vind is dat je naar vakantieeilanden kan gaan. En daar vakantiehuisjes kan gaan bouwen voor je favoriete villagers. Je kan ze niet alleen bouwen, maar ook inrichten. Ik was zo hyped dat ik voor 200 euro aan Animal Crossing Amiibo kaarten heb gekocht. Ja, soms moet je gewoon jezelf even belonen of zo. En vandaag gaan we dus geen Sorry Pikachu. Zo hyped ben ik, jongens. Ik sla Pikachu voor zijn bakkes. En vandaag gaan we dus geen Pokémon kaarten uitpakken, maar Amiibo kaarten van Animal Crossing. Maar voordat we beginnen, doe dat duimpje omhoog. Want bij de 2000 duimpjes ga ik nog een keer zoveel Amiibo kaarten kopen en die voor jullie uitpakken. De groene pakjes zijn serie 1, oranje is serie 2, blauw is serie 3 en roze is serie 4. En op 5 november komt ook serie 5. Dus als deze video goed gaat, gaan we ook heel veel serie 5 pakjes openmaken. Laten we beginnen. Ik heb dus nooit Animal Crossing Amiibo kaarten gekocht, omdat ik vroeger nooit Animal Crossing gespeeld had. Animal Crossing voor de Nintendo Switch was mijn allereerste Animal Crossing. En mijn allereerste kaart die ik pool is Pudge. In elk pakje zitten 3 kaarten, dus ik ben heel benieuwd. Oh nee, Gigi, die is helemaal niet leuk. En er zit er ook nog een NPC-character in elk pakje. En dat is voor dit pakje Harriet. En die komt nu nieuw naar New Horizons. Oh, kijk, dit glimt ook of zo. Dat wist ik helemaal niet. Grappig. Pakje 2. Clay is de eerste. Hij heeft wel een grappig kopje. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Tweede kaartje. Oeh, ja, Portia. Dit vind ik een leuk kaartje. Portia is een superleuk hondje. Die zou ik op zich wel op mijn eiland willen. En de NPC in dit pakje is Cap'n. Ja. Ook nieuw in New Horizons. Deze komt eindelijk ook in New Horizons. Die is vet. Kijk, ja. Dit was een beter pakje. Ik heb 20 pakjes in totaal, jongens. Dus we hebben nog wel even te gaan. Ik vroeg jullie net wie jouw favoriete villagers zijn. Mijn favoriete villagers zijn Ketchup, Ruby en Bangle. En ik hoop natuurlijk dat ik één van die drie vind. We vinden hier Punchy in ieder geval in dit nieuwe pakje. Op zich wel een leuk katje. Die is wel oké. We hebben hier Nee, dit vind ik niet een hele leuke villager. En dan heb je KK Slider op zijn DJ boot. Oh, dit vind ik wel een sikke kaart. Tot nu toe zijn mijn NPC's wel heel vet. Mijn villagers zijn nog niet super nice, behalve Portia. Die vind ik leuk. Maar voor de rest moet in het volgende pakje maar leuke villagers zitten. Yo! Ja! We hebben Bangle! Dit is een van mijn 3 favoriete villagers, zei ik net. En we hebben Bangle gewoon in een pakje. Yes! Dit vind ik super cool. En wie hebben we dan nog meer? Bluebear is ook zeker een hele leuke villager. Dit is een prachtig pakje. Met ook nog Sahara erbij. Maar oh, deze 2 villagers. Ja man, Bangle, een van mijn top 3. En Bluebear ook wel een van de leukere villagers in Animal Crossing. Oh, dit was zo'n mooi pakje. Yes, ik ben nu al tevreden, jongens. Ik ben nu al blij. Als we nou ook nog Ruby en Ketchup kunnen vinden, dat zou helemaal fantastisch zijn. Oké. Spannend. Wat zit hierin? Oeh, we hebben hier Opal. Die zou ik niet heel snel naar mijn eiland halen. Dan, Lopez is best wel cool. Lopez echt een beetje zo'n stoere guy. Ik weet niet. Dit is wel een leuke villager. Leuk koppie heeft hij wel. Hij doet wel een beetje stoer. En, oh, nog een keer KK Slider. Dat was de eerste dubbele kaart. En dit waren de Amiibo van de eerste serie. We gaan nu naar de pakjes van de tweede serie. Let's go. Oh, we beginnen met Annie Cotty. Ja, dat is ook niet best. Dit is geen best begin van de tweede serie. Dan hebben we hier Prince. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Ik vind hem wel grappig, maar die zou ook niet echt op mijn eiland komen. En hier hebben we Ned. En Ned, die hebben we nog niet gezien in Animal Crossing New Horizons. Ik weet niet zo goed wie Ned is eigenlijk. Oké, volgende pakje in de tweede serie. Wow, gelijk weer een voltreffer. Enka. Enka is wel een van de tofste mythische karakters in Animal Crossing. Ik heb meerdere Nintendo Switches en één van mijn eilanden heet Mythica. En daar wil ik Enka nog op hebben. Dus dit komt goed uit, want dan kan ik deze kaart scannen en Enka naar mijn eiland halen. Dus dat is super nice. Ik ben hier blij mee. En de volgende is Zwendy. Ja, nee. Over het algemeen vind ik de schapen niet heel tof in Animal Crossing. En, Copper. Dit is wel een geinig beest. Heb ik ook nog niet gezien in New Horizons, maar lijkt me wel een geinige guy. Volgens mij is hij gewoon een politieagent, maar hey man. Enka, we hebben Bangle en Enka. Dat zijn toch echt wel voltreffers. Nice too!
Tot nu toe hebben we in ieder geval in beide series eentje die ik wel heel graag zou willen hebben. Dus dat is top. Wat zit er hier vooraan? Oh, dit is een van de stomste villagers denk ik in Animal Crossing. Rocket. Alhoewel, misschien zijn er mensen die hem leuk vinden, maar ik vind het nogal een beetje een rare aap. De volgende daarachter. Oh, het is nog zo'n sportieve guy. We hebben hier een sportpakje. Big Top en Rocket. Allebei sportieve dudes, joh. En de NPC hier is, wat? Shrunk? Wie zijn dit allemaal? Ik ken al deze gasten niet. Wie zijn dit? Laat het ook even weten in de comments als jij weet wie deze gasten zijn. Eén en laatste pakje in de tweede serie. Oh, en we hebben Whitney. Dit vind ik wel een hele mooie wolf hoor. Deze vind ik best wel leuk. Dit is gewoon een goede pool. Een leuke pool. De volgende is... Oh, coach. Ja, die is ook leuk. We kunnen een heel sportteam oprichten met al deze sportieve gasten die we hier krijgen. Een grappig gastie. En als laatst weer een KK Slider kaart. Maar een andere KK Slider kaart. Ah, KK Slider is mijn homeboy. Dus weet je, ik wil... alle KK Slider kaarten wel hebben hoor. Helemaal goed. Het laatste pakje in de tweede serie. En dan zijn we op de helft. Die begint met Sprinkle. Een of ander schattig pinguinnetje. De volgende kaart is... Oeh, Lucha. Die is ook wel grappig. Dit is een worstelman. Zie je wel? Dit zijn echt allemaal sportieve mensen in de tweede serie. Wat is dit? Grappig. Waarom krijgen we allemaal sporters? En als laatst... Blanca. Zij heeft geen hoofd. Ze heeft geen gezicht. Deze kaart is doomed. We gaan snel verder met de derde serie. En dat zijn de blauwe pakjes. Het zou heel vet zijn als we in deze pakjes ook weer even een voltreffer gaan vinden. Bangle en Enka zijn toch wel mijn voltreffers tot nu toe. En we beginnen nu opnieuw met een muis. Net begonnen we met Annie Cotty. Nu hebben we Greta. Ook niet een hele leuke muis. En daarna hebben we Velma. Dit was ook niet het beste pakje, maar wel Rover. En Rover is wel een leuke NPC. Die kunnen we kennen omdat hij natuurlijk een schatkist voor je verstopt in het doolhof in New Horizons. Ik vind dit wel echt super leuk hoor, om deze kaartjes uit te pakken. Dit is een keer wat anders dan Pokémon kaarten. En ik heb natuurlijk nog helemaal niet van deze kaarten, dus dit is super leuk. What? Joey! Joey heb ik heel lang op mijn eiland gehad. Joey is echt een leuke gast. Het is een lazy type. Dat houdt in dat hij het altijd over snoep heeft. En hij is een beetje suf. Maar Joey... Oh man, je wilde de hele tijd niet weg toen ik je weg wilde hebben. Maar nu ben je weer terug. Ik blijf toch wel een zwak houden voor Joey. Dus dit is voor mij ook wel een redelijke voltreffer. Dan hebben we hier Miranda. Daar vind ik helemaal niks aan. En oeh, Bladders. Onze baas van het museum. Yeah. Bladders vind ik ook wel een hele leuke NPC. En een NPC, dat staat voor non-playable character. Dat zijn dus karakters waar je niet mee kan spelen. Maar eigenlijk zijn alle villagers in Animal Crossing NPC's. Eigenlijk zijn het NPV's. Non-playable villagers of zo? Nou, noem hoe je het noemen wilt. We hebben hier Frank. Die ziet er ook altijd wel leuk uit. Ik vind het op zich wel een prima villager. Geen top tier, maar ook zeker geen slechte villager. Daarachter zit dan... Stinky. Ik zeg het je, we kunnen echt een heel sporteiland gaan vullen, want dit is ook weer zo'n sportief poppetje. En als laatste, hey, what up, life? Life is life. De derde serie heeft toch nog geen voltreffer. Joey is een soort van halve voltreffer. Het is meer een halftreffer dan eigenlijk. We hebben nog twee pakjes te gaan in de derde serie. Wat zit hierin? Boomer. Dat ben ik. Yo, oké. Deze is wel tof. Deze is wel tof. Geen voltreffers, maar gewoon wel erg leuke kaarten. Dan hebben we hier Hans. Vind ik altijd een grappige naam voor een villager. Ik weet niet, Hans. Nee, Hans is het niet voor mij. En Jingle. Nou, Jingle is wel echt super cute. Nou, Boomer ben ik wel tevreden over. Maar we hebben nog één pakje in de derde serie. Kom op. Hier moet even een mooie in zitten, jongens. We hebben Cheddar Kaasmuis. Toch is dit best een leuke villager. Ik heb hem wel eens op mijn eiland gehad namelijk. Hij is wel geinig. En dan hebben we hier... Tammy. Wel Timmy. Timmy en Tammy. Wie is leuker? Ik ga zelf voor Timmy. Oké, jongens. Nog 5 pakjes in de vierde serie. We gaan ervoor. Let's go. Puddles. Veel mensen vinden Puddles denk ik niet leuk. Maar Puddles was voor mij een van mijn eerste villagers. En ik vond Puddles eigenlijk wel grappig. Ze was ook wel de eerste villager die wegging van mijn eiland ooit. Dus dat is Puddles dan weer wel. Maar ik kan er nu dus terughalen. Dan hebben we hier... Cat. I don't know. Ik weet niet of ik die heel vet vind. En hier hebben we Leilani. Nog nooit van gehoord. Is dit het liefje van Cap'n of zo? Is Cap'n op de zee aan het zoeken naar Leilani? Is dat wat het is? Spannend. Hier hebben we Mr. Lobo. En daarachter zit... Elmer. Die ken ik eigenlijk helemaal niet. Heb ik nog nooit gezien volgens mij. Ik weet niet hoor. En...
Ja, daar hebben we Red. Onze kunsthandelaar. Onze blazervos. Ik weet niet eens of hij het expres doet. Volgens mij heeft hij zelf gewoon geen verstand van kunst. We hebben nog 3 pakjes te gaan, jongens. En hier hebben we Sydney. Die vind ik wel schattig. Een van de leukere koala's. Samen met Eugene, denk ik. Sydney is wel cool. Leuk, 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 leuk. En hier... Oh, deze is ook wel een leuk varkentje op zich. Lucy. Daar is niet veel mis mee. Die is ook wel oké. Dit is wel een prima pakje. En als laatste hebben we Lottie. Die natuurlijk nu de hoofdrol gaat spelen in de vakantieeilanden DLC. Maar oké. Sydney en Lucy. Die vind ik allebei wel leuk. En wat zit dan hierin? Wat zit dan... Oeh, ja hoor. We hebben weer een top tier. We hebben Lucky. Die moet ook altijd naar mijn mythical eiland komen. Deze mummyhond. Het is zo grappig dat hij Lucky heet. Terwijl hij eigenlijk zo zwaar unlucky is. Ik bedoel, ik weet niet wat er met deze hond is gebeurd. Maar niet heel veel goeds, denk ik. Maar ja, ik ben wel blij met dit kaartje. Dit kaartje vind ik super cool. En in hetzelfde kaartje hebben we Aurora. Ook wel een van de leukere penguins. Samen met Roald en Wade, denk ik. En de NPC is Shrunk. Die hadden we net ook, volgens mij, in een andere serie. Maar hey, we hebben gewoon Lucky. Dit is heel nice. Enka en Lucky. De farao en de mummy. I like it. En dan hebben we nog 1 pakje te gaan. Ik ben heel benieuwd wat er in het laatste pakje zit. Of hier nog een toptiertje in zit, ja of nee. Het zou natuurlijk mooi zijn. En voordat ik het laatste pakje laat zien. Doe even dat duimpje omhoog. Want bij de 2000 duimpjes ga ik dit nog een keer voor jullie doen. Nog een keer zoveel amiibo kaarten kopen. En dan gaan we ze uitpakken. En vergeet sowieso niet te abonneren. Hier hebben we Lobo. En dat is mijn eerste normale dubbele kaart volgens mij. Oké, nou die kunnen we dan een keer ruilen. We hebben hier... Elmer? Die heb ik ook al. Nee! Maar ik heb nog wel Gulliver. Dat is dan weer wel leuk. Die is wel nieuw. Maar ik krijg... Oh, laatste pak. Ik krijg gewoon 2 dubbele. Terwijl het zo goed ging. Ik vond dit super leuk om te doen. Ja, af en toe moet je jezelf gewoon even een cadeautje geven. En dat heb ik gedaan met deze amiibo kaarten. Laat in de reacties even weten wie jouw 3 favoriete villagers zijn. En wat je eigenlijk het leukste kaartje vond van al deze amiibo kaarten die ik heb gepoeld. Duimpjes omhoog, abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!